Go, go, go! Ga jij! Hier! Hoe vaak wil je dan op die knopjes drukken om door te gaan? What the fuck, jij! Hier! Kijk dan, ik mag zelf bepalen hoe lang! Wil je snel, goedkoop en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar coinsfifakopen.nl. Gebruik de code TDT voor 7% korting! Hey kijkers, Mike en al de streamers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA Head-to-Head. We zitten in divisie 1. Ik heb vandaag uitgezocht, dat zijn er maar ongeveer 10 tot 15.000 mensen over de hele wereld. Serieus? Zo ja, weinig? Zo weinig. Die zitten in divisie 1 waar Raoul en ik zitten. Dus dit is sowieso al een prestatie eerste klas. Wij mochten van jullie met Chelsea blijven spelen. Raoul. Ja, dus dankjewel daarvoor. Fucking ziek. Ja, oké, we hoeven niet meer te zeggen dat het gewoon een van de beste teams is om mee te spelen op head-to-head. Ik vind Chelsea, dat is echt de shit. Laten we heel eerlijk zijn, Chelsea is echt de shit. En ik hoop dat je er klaar voor bent om nu wat mensen een poepje te laten ruiken. Dus Roel, ik wens je heel veel succes. Weten. Ga Arsenal, Londense derby. Succes, Roel. Ja, jij ook. Oh shit. Oh shit, oh mijn god. Oh my god, deze gast is echt een dribbelkont, zeg. Holy frieten. Zie je dat? De hele tijd die LB inhouden om... Ja, maar je moet nageven dat hij het prima goed doet. Hier slide ik in, omdat hij me gewoon had. Oh die shit. Ik had dat ik daar zo goed kon. Korte hoek. Oh mijn god, hoe kan hij zo voor zich? Wie laat zijn tegenstander nou zo voor zich komen? Nee, dat niet, maar kijk, Tsjech! Hup, lekker, Raoul! Okay. Eerste. Lekker! Ik dacht dat hij ook weer buitenspel ging staan. Oh, heerlijk. Ja! Oh! Op zijn duit. Je bent gesmeed, vriend! Ouwe, weet je hoe goed jij liep, gek? Ja, ik kon niks anders. Ik zag hem lopen. Ik zag jou lopen. Ik dacht van ja, ik krijg hoe langer als vandaag. Ik heb godverdomme al meer dan 15, 16 afleveringen met hem opgenomen. Ja! Costa, je bent... Ah! Hey, af! Allemaal luisteren naar FIFA-spelers, Vincent en Raoul, stoute kinderen! Deze is voor jou, Mark. Shout-out, gek! Oh, ik wilde net zeggen, Costa, je bent echt veel sterker dan de Bushi. Hoe kan je dit niet winnen? Ja, ik zat ook al zo van, beuken. Gaan we ultra-tacking af? Ik zou me gewoon oplaten. We spelen altijd beter als die op daarop staat, laten we eerlijk zijn. Ja, Robin van Persie, weekagel! Yo, dit is kat in het bakkie, gek! Heerlijke goal, gek! Lekker hoor! Holy damn, Fabregas! Holy moly! Wat een kracht achter die kopbal! Leek wel een beetje op Gullit. Gullit? Ja, die Gullit goal tijdens de WK. Kan ik me echt niet vergeten halen. Ik moest denken aan Robin van Persie. Weet je wel, die van Blind op Robin van Persie die dan die duikkoppen maakte. Okay. Behalve dat Fabregas nu dood. Wacht, ik zou die Gullit goal laten zien. Dan zeg ik even. Oh, die bedoel je. Ja, maar nu niet doen. We moeten nu zorgen dat we geen tegendoelpunt krijgen. Ja, gebaseerde boy. Hij is niet meer geblesseerd. Duits doen. Ja. Ook die aanname dan. Ik wou eigenlijk met RBA doen, maar ik dacht van ja, dat is te vernederend. Je kan ook met L2 en B doen, zeg maar. Dan doe je het met schieten. Echt? Moet ik dan LB of LT doen? LT. Dus de onderste. Oh nee, LT, de onderste. Dat wist ik niet. Als je dat doet met schieten, dan doe je zo'n trickshot, zeg maar. Echt? Ja, dan gaat hij sowieso op goal. Met zo'n pass is dan nog maar de vraag. Oh, ik wist dat niet eens, joh. Lekker hoor! Oké, Raoul, eerste wedstrijd gewonnen. Oh. 5-2. Dus op naar de volgende wedstrijd. Oké, Raoul. Real Madrid. Shit is going to go daar. Ik zal hem gelijk op ultra-technisch zetten. Hou even in de gaten, ik ben rood nu. Oh nee, joh. Ben jij captain? Ik heb geen idee. Blijkbaar. Ja, wel. Oh nee, dit gaat zo verwarrend zijn. Dit gaat. Ja, dit is nou even verwarrend. Weet je hoe moeilijk kut het is? Ja, dit is niet leuk. Hier had ik niet op gerekend. Maar Raoul, okay. Positief blijven. Ja, nee, goed. Ook hebben ze Bill en Ronaldo en Modric en... Wat? Nee joh, doe even normaal. Maar weet je wat ik me altijd afvraag? Van, okay, wat kunnen wij hier aan doen om dit te voorkomen? Nee, maar even normaal. Even normaal, dit is toch geen goal? Kijk even heel goed, hè. Koekoek. Wacht even. Hè? Dit gebeurt nooit. Dan gaat hij ook nog eens weer 5 keer afspelen. Nou, subtiel. Heel flex. Maar jij bent captain in, dus jij moet hem ook op ultra-tacking zetten nu nog even. Oh, goeie. Daardoor hebben we nu gewoon 2 doelpunten gekregen. Doordat EA ons gewoon omwisselt. Ja. Dankjewel, EA. Echt top. Tsjech. Tsjech!
What the fuck, dude? Wat de hel? Nee, alle vier de herhalingen natuurlijk checken. Check ook echt. Hoe als je. Dat is net een fucking cleanie clown op goal, man. Verrassing! Oh, wat een baas. Ik hoop echt niet dat dit onze eerste verlies is, hoor. Dit gaat sowieso onze eerste los worden, dat weet je nu al. Nee, gek. We kunnen dit. Ik weet het zeker. Nee, ouwe, het is serieus hopeloos, want alles is gewoon verneukt. Kom er maar op. Go, go, go. Nou, we mogen weer. Hey! Oh, hey! Gezelligheid, ik ben weer tot leven, joh. What the hell? What the fuck? What the fuck? Hoe moet ik ooit zo'n bal krijgen dan? Go, Raoul, we kunnen nog winnen! Ja, schiet. Hey. Gewoon doorpassen, gewoon doorgaan. Niet kijken. Go, go, go. Go, go, go. Ga jij? Hier. Hoe vaak wil je dan op die knopjes drukken om door te gaan? What the fuck, jij? Hier. Kijk dan, ik mag zelf bepalen hoe lang. Oh, kut. Nu heb ik op start gedrukt. Heb je op start gedrukt? Ja. Dit is weer 40 seconden. What the fuck, duurde dat lang? Komt ie. Oh, gaat hij op mij? Oh! Okay. Dit is de nieuwe! Dit is het nieuwe Raoultje. Hij zat er wel lekker in, hoor. Oké, okay. Ja, ga door. Schiet maar gewoon. Oh! Wat? Ah, wat een. Wat een bal dit! Kijk dan! Gewoon hier. Fuck you, Marcello. Hier. Ook perfect in de kruising. Joe, top, dankjewel. Come again. Nou, gewoon even wachten, jongen. Wij wachten ook even, ja? En weet je wat leuk is? Die dude in zijn eentje heeft al die spelers back afgemaakt. En die van ons die zijn allemaal nog 100% fitjes. Oh! Ja! Ah, waarom moeten we dit winnen? Zijn ze nu weg? Jee, geweldig! Wat doe je ons aan? IE, what the fuck, man? We zitten al 20 minuten in het potje. We hebben alles gezien. Alles! Oh. Nou, Raoul. Die roze wordt straks helemaal boos op zijn vriend. 6 punten. Ja. 2 wedstrijden, gewonnen. En yes. De laatste, oké. Misschien niet de beste, maar... Discutabel. De eerste was echt wel een hele mooye overwinning. Dus mensen, allemaal hartstikke bedankt. Ja, 2 keer gewonnen. Waarom? Sowieso, we zeiden het al, maar druk op dat blauwe duimpje. Dat is gewoon fucking ziek. Het werkt direct al. Je hebt net dat blauwe duimpje gedrukt en nu wel 2 keer gewonnen. Dat bedoel ik. Dus mensen, wat Roel zegt, doe het. Vergeet niet te abonneren op FC Roel. Die linkje zal bovenaan in de beschrijving staan. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dus Turns, willen jullie meer FIFA van mij en Roel? Laat ons zeker weten even een reactie achter. Want wie weet gaan we dan binnenkort wel eens een keer een nieuwe serie erbij starten. Kunnen we aan gaan werken. Of we gaan een nieuwe serie 2 keer in de week doen. We gaan kijken wat mogelijk is. Mensen, hopelijk zie ik jullie bij de volgende FIFA head-to-head. Laat Roel en ik even kampioen worden en divisie 1 veilig stellen. En dan zeg ik tegen jullie mensen, tot de volgende keer. En ciao! Yo!